We staan op het erf van de senioren burger, mevrouw Boerleider. En achter mij staat het erf van buurman Dasasing. Dan Dasasing, zegt mevrouw Boerleider. En u ziet het, allemaal overwoekerd. En dit is dan de reden waarom mevrouw Boerleider ons heeft laten komen om dit onder de aandacht te plaatsen. Niet alleen van de familie Dan Dasasing, maar ook van het ministerie van Openbare Werken. Omdat de minister... Ja, omdat de minister laat heeft verduidelijkt dat dit nu verhaald zal worden op perceel-eigenaren wanneer ze hun erf zo overwoekerd achterlaten en dit tot last is van anderen. Nou, mevrouw Boerleider die vertelt ons dat ze ook contact heeft opgenomen met het ministerie van Openbare Werken en ze is er daadwerkelijk aan een lijntje gehouden. Ze werd steeds doorverwezen naar andere afdelingen en ze is er dus helemaal niet geholpen. Dus de oproep is ook naar minister Riad Noor Mohammed en ook naar de familie Dan Dasasing. Je ziet, het is helemaal onder wiet. En zo'n hoog wiet kan je toch niet met kramazoon spuiten. Ik heb altijd last gehad van ze. Hè? Het is van Dan Dasasing eigenlijk. Mm. En zijn zoon gaat nu erover. Hij is jongsleden overleden. Mm. Ik heb ze gebeld, want ik had altijd problemen. Ik moest altijd van tevoren. Mijn dochter belde soms op en dan zei ze, ja, ik kom, ik kom. En dan kon hij wel even komen en met een tractor schoonmaken. En dan waren ze weer weg. En wanneer is de laatste keer dat ze het helemaal hadden schoongemaakt? Het was, kan zijn, misschien in mei. Zo lang geleden. Mm. Want hij was later ziek en zo, dus dan kon hij niet komen. Weet u? En nu heeft hij, volgens wat ik tenminste vernomen heb, heeft een zoon van hem de zaak nu overgenomen. Want Dan is nu naar Nederland, had ik ook gebeld. En hij had ook beloofd het schoon te maken voor me voordat hij zou vertrekken, of weet ik veel. En hij heeft het niet gedaan. Ja. En u ziet wat ik nu hier heb. Het kan toch niet? Huh? Kijk, hij heeft verder ook een perceel. Heel ver, verderop heeft hij ook een. Daar was ook zo'n bos, maar er was een woning daar. En ik heb nog tegen hem gezegd, ik kwam een keertje met mijn babbel. Ik zeg, verkoop dat ding, jullie hebben te veel percelen. En jullie kunnen het niet onderhouden. Want op den duur is het te veel. Waarom zoveel? Huh? En dit heb ik nu. Ik was niet thuis en toen ik thuis aankwam, die ene te zeggen, ik heb gebeld eerst naar een dame. En die zei aan mevrouw Boerleider, weet je wat, ik geef je een nummer. Heeft ze mijn nummer gegeven, ik heb gebeld. Ja, en ik heb gebeld naar die meneer en toen zei de meneer, ik ga u eigenlijk de juiste persoon doorgeven. Want er waren bijen hier, dus dit en die zeggen, het is niet waar, er waren geen enkele bijen. Hmm. Ik zeg, het is echt niet waar. Die zegt, ja, is goed, maar ik geef u het nummer en dan belt u hem op. En als ik die vent bel, dan komt hij aan mij vertellen van, ik was niet op uw perceel eigenlijk. En in de loop van de week zal ik komen kijken. Ik zeg, jullie zijn onmenselijk. Hoe kunnen jullie hier, kijk waar mijn huis staat. Nee, toch. Dan gaan jullie hier met een, hoe je dat ding, gramazoon bespuiten helemaal. Niet op jullie erf, want daar hebben ze niet ze hebben daar niet bespoten. Meneer, ziet u, daar is een schutting van meneer, van de familie, van de overkant. Ja, dat daar, is op Nuiten daar. Ja, is van Anthony Nesty ouders. Ja. Die wonen daar. En hier heeft jongsleden onderwijs, het ondergedeelte, gaat daar een bord zien staan. Hebben die dus daar gehuurd bij iemand, bij een heer, ja, bij de familie. En die dames hebben voorin schoongemaakt. Want ze hebben allemaal gezegd, mevrouw Boerleider, ik moet het doen. Ze zijn tenminste kennis komen maken. Ik moet het doen, want als die mensen, als die dames of degene die op les komen, is het gewaagd. Tegenwoordig is het zo moeilijk, hè. Je weet niet hoe je moet leven. Maar heeft u als gevolg hiervan, dat het allemaal overwoekerd is, heeft u vervelende dingen meegemaakt? Nee. Nee. Niemand is zich hier nog schuil komen houden. Nee, ik mag niet klagen voor de jongens van de buurt. Okay. Weet u, ze hebben eerbied voor me weten. Ik ben de oudste met mevrouw Kalender van de buurt. Dus iedereen die voorbij gaat. Oma Boerleider, hoe gaat het met u? Ze zijn, ja, dan maak je maar een praatje met ze, weet je. Van, jullie moet het af, weet je, hoe het gaat als ouderen. En dan heb ik nooit last hoor. Ja, ik heb geen probleem. En in het telefonisch gesprek dat we hadden, zegt u dat u dit vooral onder de aandacht wil brengen van openbare werken. Omdat ze onlangs hierover hebben gesproken. De minister is op de televisie geweest. En moet u luisteren. Ik heb gebeld naar OW. Ik heb telefoonnummers gehad van een paar buren. Ja, van kijk, bel naar OW. Ik heb naar OW gebeld.
Of wie heeft me verbonden met iemand anders? Die persoon heeft me weer verbonden met de secretaresse van de minister. En die dame zegt tegen me, mevrouw, ik ga u verder verbinden. En dan kreeg ik weer een andere heer. En wat vertelt die me? Oh, mevrouw, ik kan u niet helpen. Weet u wat? En, hebt u geen buurtmanager? Ik zeg, buurtmanager, niet voor de Kwartenweg, voor Munder. Maar hier heb ik, wanneer er verkiezing is, dan zie je ze anders niet. Toch? Wel, heeft u gezegd, ja, of dan moet u naar de politie gaan van Munder. Hoe kan dat nou? Ik zeg maar, het is niet de afspraak van de minister geweest. De minister is op alle televisiestations geweest. En heeft overal verteld dat is er een perceel of hij gaat dit doen. Meneer, mijn berm is schoon. Als u voorbij rijdt. En weet u wat zo gevaarlijk is? Ik ben een paar huizen verder voor de minister van het ministerie van Defensie. Ja. Dus de minister rijdt elke morgen hier voorbij. Alle gezagdragers, alle ministers, ook de president. Hier was een geweldige bos. Onderwijs heeft het opgeruimd. Mm-hmm. En ze hebben alles dan op hun erf. Wanneer ik gooi als ik mijn plantjes of mijn erf onderhoud, heb ik mijn vuilnisbelt achterin. Ik heb geen last van slangen. Ik heb niet van geen enkele gedierte. Waarom? Ik zet mijn vuil op straat. Ik onderhoud mijn erf, toch? En dat merken we ook. Dat merken we. Uw erf is heel piekfijn. Juist. En ik gooi niets daarnaast. Anders had ik toch last. Meneer Nesty heeft deze, de vorige die overleden is. Meneer Nesty heeft hem zelf een foto wat hij heeft opgenomen van een heer. Die een grote hond heeft gegooid. Want dat gebeurt vaker hier hoor. Maar dan gooien ze die kadoffen voor ons. Dat kan ik niet eens zien. Dan ga ik in de particulieren weglopen. Want dat stinkt. Dat heb ik zo dagen. Dat alles heeft die meneer hem op een foto gewezen. En toch niet. En de minister, daarom heb ik u gebeld. Ik heb geen goede behandeling gehad van OWI. Na zo'n geweldige programma van de minister. En de fancy is vlak hiernaast. Ze gaan elke dag voorbij. Ik had, in de tijd had ik zelfs de vorige commissaris gebeld. Merkus of hoe hij heet. Ja, Nerkus. Nerkus. En toen zei Nerkus me, meegegooid mevrouw Boerleider, woont u daar? Want ze is helemaal van de buurt geweest, of hier Redmondstraat, de familie, weet u wel. Hij zegt, mijn god, wat een bosgaasje, hoe doet u? Hij zegt, van wie is dat perceel? Ik zeg, van Dan, dat is zien. Heeft hij binnen een paar uren zijn ze dan komen schoonmaken. Mercurius is er niet meer. Ze allemaal hebben, ja. Deze meneer Bola, deze Bola. Dat heb ik nooit gehad. Want als je de stad ziet, waarom ga ik? Ik ben niet van de stad. Wat ga ik met die man beginnen? Ik hoef niet. Wilde u dan van hieruit, ja, mevrouw Boerleider, wilde u van hieruit zich richten tot de minister van Openbare Werken? Misschien luistert hij zo naar u. Ja, minister van Openbare Werken. Toen de zoon van meneer... Ja, de camera is hier. Toen de zoon van meneer Dasa Singh overleden was, toen was u daar. Want u kent Dasa Singh. Iedereen van Openbare Werken hier, kijk, daar hebben ze zand gezet, want ze... Ze zijn bezig in de particuliere weg om het te maken, weet u. De heren van openbare werken, allemaal die komen. Ooit van dat zei ik, mevrouw, hoe woont die heer? Laat hij het maar vragen, ziet u. Laat hij het maar vragen, dat hoort hij. Minister, kijk wat we hier hebben. Het kan toch niet, als u zo bezig bent. Ja, en over de volle lengte, hè? Volle lengte, ik kan u nou doorbrengen. Ja, lengte dus, en breedte. Ja, niks doen die mensen. Dat ze heeft zoveel percelen als die mensen schoonmaken. Mevrouw, een man zo met percelen. En dan zegt soms zij vergeet ding. Dat zeggen ze soms tegen me. Hè? En als je als minister en je bent naar openbare werken. Vandaar dat ik heb gezegd, oké, dan probeer ik wel anders. Begrijpt u? Want anders, God, wees toch menselijk. En dan komt die vent me nog zo bij zeggen. In de loop van de week kom ik. Meneer, is al een maand lang. En dan kijk waar mijn huis, als u verder gaat, dan gaat u zien waar ze hebben gespoten. Daar is mijn kamer. En je grammozoon is toch zwaar vergift? Ja, ja. Nee. Ik bedoel, als men me ziet, gaat men zeggen, werkelijk, deze vrouw de erf is altijd schoon, ik plant mijn bloemen. Weet u wel, want zo ben ik opgebracht. Mijn ouders hebben ons zo opgebracht, je erf schoonmaken. Is je gezondheid. Toch? Helemaal. En dat doe ik. Helemaal eens met u. Ja. Ja, toch? Dus daarom doe ik het. En kijk hier, u kunt nog verder gaan hoor. Dat zal u wel zien vanaf voor. Misschien is die dame van onderwijs daar, want zij heeft schoongemaakt. Ze hebben me gevraagd, mevrouw, bent u nu bang?
zo'n hoog gebied. Mm-hmm. Ik zeg nee, ik heb geen last van de jongens van de buurt. Echt niet, meneer. En als dat assassin schoongemaakt heeft, weet hij wat hij doet? Want die jongens hebben dus die ijzeren poort gestolen. Dan laat hij het zo. Dat zijn de jongens van de buurt. Die brengt een zinkplaat aan de spijkers. Oma, boerleider, we doen dit voor u, want anders bent u bloot hier. Ik heb nog nooit last. Ik ben goed beveiligd ook. Hè? De buurt zorgt goed voor u. De buurt, voor die buurt van de jongens van de buurt. Weet je, laatst is één doodgeschoten door een heer. Ik vind het zo jammer, meneer, want ik heb mijn zand daar. Als hij er was, had hij het al voor me gedaan. Weet je, dan roep ik hem maar. Kom, ja, mevrouw Boulay, ik kom. Voordat je denkt, hebben ze het voor me gedaan. Ik heb geen problemen met ze. Het hangt vanaf hoe je ook met ze omgaat. Hè? Dus dat is het. Maar dit is erg. Je ziet het toch? Dan mag u verder gaan. Dan zal u zien waar mijn kamer is. Huh? En dan ga je daar ook spuiten. Je ziet toch? Dus hier is er een... Kijk eens zo hoog. Ja. Ziet u hoog daar is? Kijk zo hoog wie daar is. Je ziet het toch? Ja. En u ziet mijn berm. Iedereen van de Kwartaweg weet het. Die mevrouw onderhoudt. Ik ben gepensioneerd. Dus dit is mijn afleiding om me fit te houden. Helemaal duidelijk. Dank u wel. Dank u wel.